Dankzij een hele goede kerel hebben we dus weer een nieuw beunproject, oftewel een scootmobiel. Dus binnen 15 seconden een dikke uitlaat voor mijn enige echte Grabburger. Maar goed jongens en meisjes, welkom bij de enige echte Grabbouwers, oftewel de Bubske Bobby Burners. En het begon natuurlijk allemaal met de uitlaat en toen de binnenkant van hout, zoals jullie misschien al kunnen zien. Oh ja. Weet je wel, dan mag je van alles zeggen wat je wilt, maar deze uitlaat is echt wel kei en kei schoon en chic gemaakt, hè. Twee roestvrij stalen pijpen, gewoon zo'n rubbertje ertussen voor de demping en dan neem je gewoon een klein buisje via de originele demper. Waarom de originele demper er nog op heeft met geluid te maken en ik kan ook zelf wel hier iets op gaan knutselen, zeg maar, zonder de demper. Maar dan is het sowieso geen goede aansluiting erop. Oftewel, ja, je heeft met druk verbouwd te maken, weet je wel. Als ik hier zo'n dikke buis op zet, weet je wel, dan gaat het fout. En ik vond het zo natuurlijk ook wel best wel chic. Kijk, hier kan je mooi zo doen. Want ik weet niet of het erop staat, maar ik verbrand net mijn vingers al aan de uitlaat. Want die wordt toch wel pittig warm hier in die bocht hier. Maar goed, verder met de motor. Zonder de houten bekissing eromheen had de motor, zeg maar, genoeg koeling. Nou, die bekissing erop zit, weet je wel, hier komt al geen lucht meer door, hier komt geen lucht meer door. Dan moet de motor het alleen hebben van de lucht die hier vanaf komt, zeg maar. Maar daar wordt dus ook dichtgebouwd in de vorm van een hamburger, kom ik straks nu op terug. Dus we moesten nog goede koeling hebben. Dus ik heb hier twee luchtscheppen gemaakt, zeg maar. Gewoon van ijzer aan elkaar gebrooid, weet je wel, ja. Als je rijdt, onderkant is nog genoeg lucht, dus schept hier omhoog. Komt in de motorruimte en die luchtscheppers komen, zeg maar, ook nog. Hier komt er ook nog één aan de andere kant ook, want dit wordt dan zijn we dicht, moet je dan zijn we zo zien. Dus ja, twee luchtscheppen voor de koeling. Ja, goed, dan hadden we dus samen nog een probleem. Op de motor zit samen een aan-uitschakelaar voor als je de motor samen wilt stoppen. Nou ja, bekisting, daar kom ik dus nu nog in mijn hand. Dus ik moest nog één manier verzinnen om de motor uit te kunnen zetten als die samen op hol slaat. Want ja, dat is dan niet zo heel fijn. Dus ik heb hier een prachtig contactslot gemaakt. Kijk, met een prachtige sleutel van het oude scootmobiel. Nou ja, hoe werkt dit? Er zit zeg maar een foutje in. Van, hij doet het alleen als de sleutel er half in zit. Want dan maakt hij geen contact zeg maar door. Want er zitten twee ijzeren pinnen die, ja, die drukken zeg maar hierop dan op dat, ja, op dat koperen ding. Als hij is verbonden, is de stroomkring rond, dan stopt de motor zeg maar. Dus als hij er half in zit, kan je hem starten. Als je hem erin doet, dan stopt hij. Zo dus. En zo was het dus allemaal prachtig gebeurd. Niet alles, want er ontbrak nog één heel erg belangrijk ding. Er zit op de originele krabkar, oftewel Paddy Wagon ook, en dat is de enige echte vlaggenmast. Maar kijk, een vlaggenmast, ik had hem samen eerst met een spitse punt, maar dat is een beetje te gevaarlijk, dus ik heb hem even bol gemaakt. Dus ja, en ja, je kan dus ook nog prachtig eraf pakken, dus als je dan bij een optocht staat en zo, kan je nog zo, dan weet je wel. En dan past hij makkelijk ergens binnen, dus ik kan hem ook weer erop zetten. Ja. De vlaggenmast.
Nou, wat we nou bij iedere krapkar video voor taal gaan doen, want hij is rijdend. We gaan natuurlijk ook wel testritten, dus we gaan even weer een mooi rondje toeren. En dan moet ik gewoon met first person view, met krappal, met die nu uitlaat, met de binnenkant. Dit is echt wel zo mooi, jongen. Dan zit je gewoon vol met stuurtje, zo weet je wel, zo en dan zit je te gassen. Al die wind hier in je ogen, want ja, er komt wel eens een soort ruit zonder windscherm op meer. Maar je wordt maar zo hoog, heeft totaal geen nut. Maar dit is vet, jongen. Ik zou zeggen, we gaan een keer terug. Ik zet mijn snelheidsmeter ook even aan. Een kilometer per uur meter. Vet, jongen.